Op recreatiepark Groene Heuvels in Ewijk stonden een jaar geleden 91 bewoners ingeschreven bij het bevolkingsregister van de gemeente Beuningen. Van die 91 mensen wonen er 34 al 5 jaar of langer op het park. Dat is gebeurd omdat de gemeente heeft nagelaten om daar tegen op te treden. Nou, ik denk omdat dat geen prioriteit heeft en omdat het in de praktijk heel erg moeilijk is om vast te stellen of dat iemand daar permanent woont. Het is niet toegestaan om permanent te wonen op het park, maar er zijn bewoners die dat wel doen en de gemeente verstrekt geen gedoogbeschikkingen. Dat betekent dat de mensen moeten vertrekken van het park, maar deze mensen moeten zelf zorgen voor een andere woning. Nou, de gemeente heeft een grote controleactie uitgevoerd en hebben nu gezegd van mensen die hier staan ingeschreven, daarvan nemen we zonder meer aan dat die daar permanent wonen en daar gaan we tegen optreden. De inzet van het college is dat deze mensen van het park moeten vertrekken. Die zullen zelf moeten zoeken naar andere huisvesting. De gemeente heeft nog geen plan voor wat ze met het park willen gaan doen. Hier gaan ze nog over in overleg. Nou, de burgemeester heeft tijdens de laatste commissievergadering gezegd dat het college ervan uitgaat dat de bestemming recreatieparken, dat gehandhaafd blijft. En dat ze in overleg met de eigenaar van de grond en met de eigenaren van de bungalows samen willen kijken op welke manier die recreatieve functie weer handen en voeten kan worden gegeven.